Het verharden van zandwegen gaat momenteel moeilijk door een tekort aan financiële middelen. Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken oriënteerde zich gisteren aan de Washingtonstraat, waar herstelwerkzaamheden aan de weg plaatsvinden. Volgens de bewindsman kan de overheid het kostenplaatje voor de verharding nu niet dekken. Want dat is een kost van 2, 3, 4, 5 keer hoger. Dus die reserve is er niet. We gaan wel die wegen proberen te bestanden. En het bestandingsprogramma start over 2 weken in Paramaribo en Wanica. Dan gaan we massaal starten met bestanden van de zandwegen, zodat ook zij aandacht krijgen. Noor Mohammed zal verder zijn beste beentje voortzetten om de zandwegen het komend begrotingsjaar mee te kunnen nemen in de planning. De herstelwerkzaamheden die nu uitgevoerd worden, moeten wel heel snel afgerond worden. Dat is algemeen beleid, maar we zijn afhankelijk van regen. Dat geldt voor bestanden van wegen, asfalteringswerken, de ontwateringswerken ook. De opdracht is gegeven aan de directie van OW en de aannemers om zodra goedkeuring is, zo snel als mogelijk met de werkzaamheden op te starten en de oplevering ook snel te doen. Noor Mohammed zegt dat de rehabilitatieprogramma's die nu uitgevoerd worden tussen de 10 en 40 miljoen SRD kosten.